Beste golfspelers, het coronavirus heeft de hele wereld in een ongeziene crisis gedompeld. Ook in België moest onze regering uitzonderlijke maatregelen treffen om de ontwikkeling van deze pandemie in te perken. Waaronder ook de sluiting van alle golfclubs. We begrijpen dat het voor de hele golfwereld, spelers, clubs, professionals, horeca-uitbaters, greenkeepers en ondersteunend personeel een uiterst moeilijke periode is. Maar het einde van de tunnel is in zicht als de golfbanen terug opengaan. Weliswaar onder strikte toepassing van de park- en playrichtlijnen die in alle clubs op identieke wijze zullen toegepast worden. Sociale distancing en geen blote handencontact worden de nieuwe golfregels. Dat we van de regering hebben bekomen dat golf deel uitmaakt van de eerste versoepelingsmaatregelen is onder uitdrukkelijke voorwaarden van een strikte naleving van deze richtlijnen. Wij vragen u daarom met aandrang in naam van de federaties dat elke club en elke speler deze nieuwe regels strikt volgt. We rekenen op jullie. U bent terug welkom op uw club. Dit uiteraard met een reservatie. Indien u geen reservatie heeft, mag u niet naar de golfclub komen. Reservaties doet u best online, via de app of de computer. Sommige golfclubs kan ook telefonisch. In de eerste fase zijn het alleen de eigen leden. Greenfee spelen is nog niet toegelaten. Social distance, of altijd 2 clublengtes afstand houden, dat is de maatstaf. Beperkt de toegang tot het secretariaat. Beperkt aantal spelers op de oefenfaciliteiten en in de flights. Geen wachtrijen aan de eerste afslag. Noem maar op. Kortom, respecteer de regels en de signalisatie in uw club. Geen blote handencontact. Geen onnodige verplaatsingen zijn belangrijk en de leidraad in dit nieuwe protocol. De richtlijnen van Park & Play zijn beschikbaar op de sites van de federatie en in uw club. Consulteer deze zeker alvorens u een reservatie maakt, zodat uw bezoek goed georganiseerd is. Respecteer deze nieuwe regels alsjeblieft. Enkel op deze manier zullen we onze sport kunnen heropstarten en tonen we respect voor de mensen in de frontlinie. De federaties hebben op alle niveaus hard gewerkt om dit resultaat te bekomen. En door het niet respecteren van de afspraken zal er niet getwijfeld worden speler of de club een sanctie op te leggen. Deze maatregelen zijn nodig om u, de spelers en clubmedewerkers te beschermen. Als we hier allemaal goed aan samenwerken, zorgen we samen om deze virus zo snel mogelijk te verslaan en naar een normale situatie terug te keren. Dit is natuurlijk maar een eerste stap. Toernooien, horeca en dergelijke zullen hopelijk binnenkort volgen. Maar indien de regels niet worden gerespecteerd, kunnen we echter gedwongen worden om de banen terug te sluiten. Dit is voor niemand wenselijk en we zullen er dan ook op letten dat de richtlijnen strikt worden nageleefd. Zowel clubs als spelers dragen de verantwoordelijkheid en we zullen in geval van niet-respect niet aarzelen om de nodige sancties te nemen naar de spelers, maar ook naar de clubs toe. Sancties die spijtig genoeg zouden kunnen leiden tot uitsluiting. We vertrouwen dan ook op u dat dit niet nodig zal zijn en rekenen op uw begrip en uw verantwoordelijkheidsgevoel. Samen en solidair zullen we hier versterkt uitkomen. Tot zeer binnenkort op een van onze mooie golfbanen.